Het is vanavond de finale van het zesde zintuig op VTM. En ik heb eigenlijk spijt dat ik mij daar niet voor ingeschreven heb. Want ik heb vandaag ontdekt dat ik zelf zo een talent heb om dingen te voorspellen en gedachten te kunnen lezen. Dus ik ga dat nu eventjes met jou proberen. Ik ga eventjes een klein experimentje doen, oké? Dus, de bedoeling is dat jij nu een getal tussen 1 en 10 in jouw hoofd doet. Tussen 1 en 10. Oké? Dat is gebeurd? Oké. Tel er daar nu 1 bij op. Dus doe plus 1 bij dat getal dat je in je hoofd doet. Plus 1. Ik geef je eventjes de tijd. Het is ook niet zo simpel. Plus 1. Plus 1. Nu doe je het getal dat je hebt maal 5. Nadat je het maal 5 hebt gedaan, dat is al iets moeilijker, dus denk er maar eens rustig over na. Tel je er terug 1 bij op. Dus je doet terug plus 1. Ja? Nu mag je dat getal verdubbelen. Dus je doet het maal 2. Ja, oké, ça va. Dan ga je van dat getal dat je nu in je hoofd hebt, enkel het laatste cijfer nemen. Dus we nemen het laatste cijfer van dat getal. Gebeurt? Tel er daar nu eens 1 bij op. Oké, en tenslotte doe je dat maal 7. Maal 7. Ja? En nu moet je heel goed denken aan dat getal dat je nu in je hoofd hebt. Dus goed denken, hè? Stuur het mij door. Ik krijg het door. Is het misschien dit?